Goedendag. Volgende week wordt het mooi weer, mooi lenteweer. Ideaal weer om in de tuin aan de slag te gaan. Grote vraag is natuurlijk, kunnen we dat in de weken daarna ook blijven doen? Of heeft het weer toch weer een ander scenario in petto? We gaan er naar kijken in deze 30-daagse. En dat doen we altijd met het Europees model. De weerkaarten zijn deze ochtend weer binnengekomen. En we hebben al in vorige verwachtingen aangegeven deze week dat er volgende week een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië komt. Nou, we zien het hier ook liggen. De luchtdrukafwijking voor volgende week is boven Scandinavië erg hoog. En dat zorgt ervoor dat we met een oostelijke stroming te maken gaan krijgen in ons land. En met die oostelijke stroming wordt er relatief droge lucht aangevoerd, waardoor de zon volop kan gaan schijnen. De aangevoerde lucht is van zichzelf nog niet eens zo erg koud, maar omdat de zon volop schijnt en toch al vrij krachtig is in deze tijd van het jaar, we gaan al naar een zonkracht 4, betekent dat wel dat we echt wel lenteweer gaan krijgen. Begin van de week zitten we nog op zo'n 14, 15 graden, maar in de tweede weekhelft gaan we naar 18 tot 20 graden en lokaal kan het zelfs warmer worden. En dat betekent dan ook dat we een afwijking in de temperatuur zien die hoger is dan gebruikelijk. We kunnen volgende week echt wel een warme week gaan verwachten. De echte warmte overigens, die zit in Spanje en Portugal. En zou die stroming nu wat zuidelijker zijn voor de komende week, dan zou de lucht natuurlijk bij ons ook een stuk warmer worden. Maar wij hebben die westelijke of die oostelijke stroming, waardoor de aangevoerde lucht op zich nog niet heel erg warm is. Ja, een hoge drukgebied in de buurt, veel zon. Dat betekent natuurlijk qua neerslag dat er weinig gaat gebeuren. De week van 17 tot april tot en met 24 april volgende week dus, die zal droog gaan verlopen. De kans op neerslag is erg klein. Een droger dan normaal weerbeeld wordt er verwacht. Ja, in die week daarna is dat krachtige hoge drukgebied toch eigenlijk alweer van de kaart verdwenen. We zien nog wel een lichte afwijking, maar het is beduidend minder. En dat betekent dat het weerbeeld toch ook wel wat wisselvalliger kan gaan worden in die week. De kans op buien, die wordt weer wat groter. Een zuidwestelijke stroming, het is allemaal mogelijk. Maar de onzekerheid is ook best wel groot. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Het ziet er wel naar uit dat het net wel of net niet iets warmer wordt dan normaal. Dat is erg afhankelijk van welke voorkeurstroming we gaan krijgen. Vanuit het zuidwesten betekent het wat zachtere lucht. Vanuit het oosten zal de lucht niet echt warm zijn en komen we zo'n beetje rond normaal uit. Gaan we nog een stapje verder kijken, 1 mei tot 8 mei. Nou, dan wordt de kaart vrijwel helemaal wit of lichtblauw. In het zuiden van Europa zien we zelfs wat meer afwijkingen naar lage druk. In het noorden is er eigenlijk niets van te zeggen. Dat betekent dat de verwachting voor deze termijn toch allemaal wat onzekerder gaat worden en ja, rond normaal zal gaan uitkomen. Ik heb ook nog een temperatuurkaart meegenomen voor 8 mei tot 15 mei. En dan zien we ook dat de temperatuurafwijkingen in onze omgeving ja, nauwelijks iets doen. Met andere woorden, een warme start van mei, een echt warme start van mei, dat zit er in deze weerkaarten niet in. Maar dat kan toch echt nog wel veranderen. Want nogmaals, er is erg veel onzekerheid in de verwachting. Ik kan u dat laten zien met deze ensemble scenario's. De verschillende kleuren staan voor een bepaald scenario. En we beginnen in eerste instantie met heel veel rood. 100% rood, dat is dat hoge drukgebied van volgende week. Heel veel hoge drukinvloeden zijn er dan. En dat zorgt voor een stabiele situatie. Maar in die tweede week wordt dat al minder. Er komt wat meer paars in. Er kan dus wat meer een westelijke stroming op gang komen. En we zien ook het groen verschijnen. Blauw komt er ook bij. En dan zitten we zo'n beetje begin mei. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat het alle kanten op kan gaan. We zien ook veel grijs. En grijs betekent dat er geen dominant scenario kan worden aangegeven. Kortom, heel veel onzekerheid dus. En een weerbeeld wat alle kanten op kan gaan. Het kan wat wisselvallig zijn. Er kunnen best mooie warme dagen tussen zitten. Maar het kan misschien ook wel wat koeler zijn als bijvoorbeeld een noordstroming toch tijdelijk dominant wordt. We kunnen gewoon weinig zeggen vanaf week 3. Wat we wel kunnen zeggen dat het eerst warm en droog gaat worden. Volgende week, dat wordt een prachtige lenteweek met vooral in de tweede helft van de week hoge temperaturen. En vanaf mei is er eigenlijk geen duidelijk en overtuigend beeld te geven van het weer. Dan moeten we dus afwachten. Tot volgende week.